Ik zie trouwens dat het lichtje aangegaan is. We moeten eraan gaan beginnen. Right? Deze 12-jarige is niet op haar mondje gevallen en heeft nu al een stem om u tegen te zeggen. Dit is Evi. Yes, yes. Goed. Tijdens de Blind Audition stond ze voor het eerst op een podium. Ze heeft geen ervaring, maar wel een geweldige stem. Hier is Isabella. Ze zong Jolene tijdens haar Blind Audition en wist zo de drie coaches voor zich te winnen. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen voor dit toptalent, Fiona. Als ze een nieuwe frontvrouw zoeken, dan kunnen ze hier eens komen kijken, denk ik. Ja. Natalia, wat vond jij van deze battle? Wauw, dat was een omverblazer. Ik ga allemaal naar huis, jongens. Kom. Ik vond het ook vooral heel volwassen. Alle drie hadden ze dat wel. Fiona, die vond ik het meeste volwassen, op dat gebied er het meeste uitschieten. Ons almost famous Poppemie zit nogal veel aan de trui te trekken. Ja. maar vond ik ook wel heel natuurlijk overkomen. Vond ik echt heel tof. En dan hebben we Isabella. Je had een zekere serieus, maar niet overdreven. Echt, ja, het paste gewoon ook in dit nummer. Heel tof om naar te kijken. Alle drie.
Maar als ik iemand moet kiezen om door te gaan, dan ga ik voor Evie. Oh my god, yes. Almost famous. Thank you. Sean. Ja, almost famous, maar die bekendheid dat komt wel. Eerst de stem, en dat hebben jullie alle drie laten zien, dat jullie de stem en vooral ook de attitude bezitten. En, goh. Ik ga toch ook voor Evie gaan. Twee van de drie. De enige stem die hier echt telt, dat is de stem van jullie eigen coach, hè, Reggie. Oh, mijn coach is zo blij. Papa is heel blij. Papa is heel fier. Dat zegt hij. Dames, top, 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 top. Ja. Maar, moet ik kiezen, hè. Fiona, je hebt gewoon die snik van u. Je hebt gewoon de snik der snikken. Hij is gevonden. Dat is gewoon de snik, denk ik, dat ik al ooit gehoord heb. En er staat echt een muzikante voor mijn neus. Isabella, je ziet er prachtig uit. Je hebt dat geweldig mooi gedaan. En je hebt een heel mooie, warme stemkleur. Dank je wel. En dan ons Evie. Evie, je hebt een geweldig mooie heze stem ook. Je hebt ook een heel luide stem, zowel op als naast het podium. We hebben daar echt we hebben daar enorm van genoten en je hebt dat super gedaan vandaag. Ik heb een springend veld nog nooit zo'n mooie zombie-act zien doen. Proficiat, echt wel. Reggie, wie wint deze battle? Eén naam. Wel, er was één iemand die echt volledig in de song zat, die echt dus de podiumprinsesse had. Ik geloofde het volledig en dat heb ik een klein beetje gemist bij de andere twee. En die ene persoon die verder gaat, is Fiona. VTM. Je beleeft het hier.